een mooie blooper. Ik ben voor het eerst weer ergens anders aan het voeden dan thuis. Ik heb voor het eerst mijn haren weer eens gedaan. Ik denk dat je kijkt naar de nieuwe vlog. De eerste vlog dat we met z'n vieren op stap gaan. Allemaal gelukt. Viel nog wel mee wat voor een Elske wij dat dat was. Maar we gaan naar de kinderboerderij. Dus de kraamweek zit er nu officieel op. Afgelopen vrijdag is de kraamzus voor het laatst geweest. En toen hebben we het weekend nog heel rustig aangedaan. Vanje heeft nog 2 weken vakantie. Dus we hadden nu zoiets van als het met mij enigszins weer gaat. Dan wil ik toch langzaamaan wat dingetjes gaan doen. Ik moet nog wel heel rustig aandoen. Nog wel best veel pijn. Maar alleen rust heeft ook geen zin. Dus ik moet gewoon een beetje de balans leren vinden. Tussen weer wat sterker worden aan dingen ondernemen. En rustig aandoen. Dus we gaan nu naar de kinderboerderij en dan ga ik vanmiddag gewoon weer plat. En zo probeer ik dat dan een beetje af te wisselen. Dat is knieën, hè? Oh, dit is mooi, hè? Een mooie blooper. De kinderboerderij is open. Daar had ik dus naar gekeken. Om 10 uur ging die open. Maar het restaurant is dus alleen open van woensdag tot en met het weekend. Dus, we gaan hier ergens anders even naartoe. We hebben even naar de dieren gekeken. Ja, Lot vindt het natuurlijk niet leuk. Maar dat we nog ergens wat kunnen drinken en waar zij ook kan spelen. En voor het eerst weer ergens anders aan het voeden dan thuis. Ik heb dat bij Lotte ook gewoon in het openbaar gedaan. Wel gewoon heel discreet, maar ja, volgens mij make-uploos vandaag. Het is de volgende dag. Dit is trouwens onze cadeautafel, staan alle cadeautjes. Gisteren was super leuk, het was echt fijn om even buiten de deur te zijn. 'S middags hebben we nog kraambezoek gehad en daarna was het wel echt wel op. Misschien was dat een beetje te veel voor de eerste dag, maar vandaag voelde het wel weer oké. 'S ochtends kan ik eigenlijk, vanochtend heb ik bijvoorbeeld voor het eerst, lijken allemaal hele kleine dingen, maar voor het eerst Mees op de arm gehad en dat ik ook met hem kon lopen. Dus dat voelde heel fijn en ik heb een beetje was opgeruimd weer voor het eerst en zijn bedje opgemaakt. Verschoond zeg maar, fris nieuw opgemaakt. Dus het gaat wel goed, Lynn komt vanmiddag weer en dan gaat ze me weer losmaken. Dus ja, dat is wel fijn dat er nu echt vooruitgang in zit. Dus ik ga me nu even opmaken. En dan wil ik heel even mijn mail kijken, want ik zag dat ik nog wat bestellingen van Herbalife heb. En dat loopt natuurlijk gewoon door. Dus die ga ik even de deur uit doen en voor de rest doen we nog rustig aan vandaag. Weer een mailpaal. Ik heb voor het eerst mijn haren weer eens gedaan. Lot is vandaag naar de opvang. Dus dan is het iets relaxer voor ons. In de zin van dat we daar dan gewoon even geen rekening mee hoeven te houden. Dus we gaan nu samen lunchen. Maar weer eens de deur uit. En kijken hoe dat gaat. En vanmiddag krijgen we nog kraambezoek. Nou, we staan al voor de 2e keer hier op de parkeerplaats. Want we waren net de wagen vergeten. Die stond nog voor het huis. Maar gelukkig stond die er nog. Een blonde actie. Yes, nu mag ik weer. Carpaccio, geitenkaas en tonijnsalade. Club sandwich. Hopelijk slaat hij nog even door. Kunnen we nog even eten. Ik heb hier op de Het loopt nog een beetje alsof ik in mijn broek gepoept heb, zeg maar. Beetje voorover, maar ja, dat komt ook wel weer goed. We hebben net kraambezoek gehad. We gaan nu Lot ophalen van de opvang. Ik loop wel heel scheef, maar ik vind het wel leuk om even haar mee op te kunnen halen. Dat heb ik ook al weken niet gekund. Mees, Vanja doet Mees in de Maxi Cosi. Dan gaan we daar naartoe en Lotte mogen trakteren vandaag met lange vingers met muisjes. Ze vond het natuurlijk helemaal fantastisch. Dus ja, daar heb ik wel even zin in. Hi. Wat ben je aan het eten? Mm. Ja, maar ze kon niet zien hoe ze dat werk doen natuurlijk. Ja, liet me super leuk. Mees ligt lekker te slapen.
Vandaag zijn we weer een dagje thuis. Ik heb vandaag ook wel weer iets meer last. Maar ja, dat is natuurlijk logisch na gisteren. Dus ik doe rustig aan. We krijgen zo meteen weer kraambezoek. Ik vond het natuurlijk een beetje een herhaling. Maar ja, die eerste weken is dat nou eenmaal zo. Ik moet altijd zo wennen. Dat licht hier is zo blauw. Ik heb voor het eerst een legging aan. En weer een trui van Chiquelle. Ik heb natuurlijk heel wat kleren opgestuurd gekregen. Super leuk, maar die kon ik allemaal nog niet aan. Met mijn dikke buik. Dus nu wel, dus daar geniet ik heel erg van. En die zijn echt super lekker zacht. Hoe ging 2 bij de kinderboerderij deze week? Nu is alles wel open. Lekker nog. Het restaurant is open. Sluiten. Dat had ik nog niet gedaan. Bedacht ik me net. De kraamweek en alles zit er natuurlijk al helemaal op. We zijn er maar 1 week helemaal alleen geweest. Ik heb eigenlijk geen idee hoe deze vlog, of het een lange vlog is geworden of niet. Volgens mij niet, want ik heb niet elke dag mijn camera erbij gehad. Hopelijk vond je het wel leuk om te kijken. En kijken jullie volgende week weer gezellig met ons mee. Dus voor nu, doei!